Ja, liefhebbers van de B&B, vol liefde. Ja, ja, ja. Hey, wat vinden wij van zo'n Debbie? Ja, dat is ons houvast voor het normaal. Het gewone normaal. Dat is die Debbie. Die krijgt van mij ook geen bijnaam. Nee, die blijft gewoon Debbie. Alleen, ze krijgt wel hele rare gasten allemaal, die gozers. Weet ik veel. Die paardenstaartje hebben ze gehad. Dat die een beetje verknipt en loopt er eentje. Die Paul, die is een beetje saai. Weet je wel. Ja, die heeft zo'n hobbelpaard. Ik noem hem even hobbelpaard. Gemaakt en verder niks. En nu heeft ze dan die Erwin. Heb je die gezien? Die Erwin. Die leraar Duits. Die gaat het niet lang maken daar hoor. Nee, dan gaat die Debbie, nee. Die Erwin, die noemen we vast even Tjus. Ja, de Tjus is al gezien hoor. En dan hebben we natuurlijk onze zeurkous. Die Petri, nou, dat is, ik heb het al gezegd, een vervelia, niet te geloven. En die mannen daar, die gasten die hollen weg. Die weten niet hoe snel ze die spikes aan moeten trekken of die gimpen. Boom, startschot en weg. Ja, die gaan er als een speer vandoor. Ja, de laatste was die met die kuif, die Kokkie. Ja, die Kokkie was woep, en weg. En nu is er dan een fietsenmaker. De arme fietsenmaker. Die gaat dat ook niet volhouden. Die kreeg gelijk ook een kruisverhoor. Met wie en wanneer en met wie ben jij getrouwd geweest? Hé, hey, hallo, ik kom net binnen. Rustig aan. Vervelen, ja. Oh, wat erg allemaal. Maar goed, vrienden. De meeste plezier. De meeste lol hebben we natuurlijk weer. Met onze zweefclub. Ja, met de Walter. Die Walter, is hij goed? Ja, die Jomanda. Heb je ook gezien? Met die Ingrid. Die Ingrid. Is je dat opgevallen? Dat is zeg maar de goed uitziende zus van Bettine Vriesekoop. Ja, ja, die noem ik vanaf nu Vriesekoop. Nou, en Vriesekoop en hij, die gingen ergens, weet ik veel, staan. En op een torentje heb je die. Voor de mensen die dat niet gezien hebben, zoek dat fragment even op. Je weet echt niet wat je ziet. Dat is de gekte niet eens voorbij. De idiotie, dat is me van een gekkigheid. Nou, dan gingen ze eerst tikketje doen. Hij een beetje zo. Nou, we doen eerst even tikketje. Oh, jij bent hem. Geen van die twee die dan zegt, hou even op, zegt nee. Dat vinden ze dan volkomen normaal binnen het zweefgebeuren. En toen gingen ze om de spanningen en angsten van zich af te schreeuwen, gingen ze tegen elkaar schreeuwen. Ja. Dus ze gingen echt zo verdoeven. Dat is zo is deze. Dat is. Vrienden, ja, dat deden ze tegen elkaar. Gingen ze zo staan schreeuwen. Dan ben je toch helemaal van de leg af. Nou ja, en daarna, en wat blijkt nu, die zweefclub, die kunnen ook elkaar verschrikkelijk in de maling nemen. Want zij zei dan tegen hem, vind je mij aantrekkelijk? En nou komt die vrienden, ja. Toen zei hij, ik zit in een verkoudheid, dat ga ik je morgen vertellen. Ja, ik wou dat ik hem zelf had verzonnen, zo goed. En daarna kregen zij, weet je wel, Jomanda en Vriesekoop, die kregen hele mooie, dat kan dus ook binnen het zweef gebeuren, ongemakkelijke gesprekken. Ja, gewoon dat ging maar door, weet je, oefenloos gezweef. Ja, prachtig. Want hij miste dan weer levensenergie en bij hem voelde hij had toch nog een beetje een blokkade in zijn buik ergens. Nou ja, weet je, hij voelde nog geen verbinding en allemaal die. Nou, hey, dat gaat, vrienden, dat weten we nu al zeker, niks worden tussen Jomanda en Vriesekoop.